Hallo mensen, ik hou toch even mijn verhaaltje even kwijt rondom mijn ervaringen met jeugdzorg. Ik heb destijds in mei heb ik gebeld dat ik me eigen zorgen maakte op mijn zoon. Ik ging met de verkeerde vriend om, omdat hij voor de zoveelste keer geen school had. En thuis liep dankzij de vele wachtlijsten. Scholen die ik gezocht heb, mede met schoolinspectie, werd geen aandacht aangeschonken. 13 mei, de dag van het huisplaats van onze zoon, werd ik 's morgens gebeld met een school voor onze zoon. Maar het was te laat, diezelfde dag. Ja, stonden ze op de stoep en is onze zoon van ons afgevoerd naar Ermelo, waar die wel heel erg bijgetrokken is en een stuk te betere weg is, dat moet ik wel toegeven. Hij gaat niet meer met verkeerde vrienden om, maar nou komt het andere. Hij is vanaf de kleuterschool is hij vroeger vanaf geschopt eigenlijk, letterlijk, omdat hij niet stil kon zitten. Onze zoon is geboren met een aangeboren hartafwijking. Hij mist een hartklep en dergelijke. Hij is daarvoor 3 keer geopereerd. Dus de tijd tikt, kan je wel zeggen. Elke dag is er één. Maar het gaat goed, vrij goed met hem. Maar in ieder geval, destijds is hij van de kleuterschool afgegaan. Reed, hij kon niet stilzitten. En probleem. Wachtlijsten. 1,5 jaar thuis gezeten. Heb ik mezelf maar les gegeven. Samen met de computer en de programma's. Met succes. Na 1,5 jaar mocht hij eigenlijk naar de Holsberg. Was de beste instelling ook uitgezocht. Inmiddels een voogdrijker. En die 1,5 jaar te Honsberg gezeten, is weer onder druk gezet van intern, dus de hele week van huis. Nou, daar konden we niet mee leven, gezien onze ervaring met onze zoon en zijn gezondheid en dergelijke. Dus wij hebben volgehouden, wij gezien als onze zoon dat daar kon terugzien en dat is ook van gekomen. Afijn, onderzocht, conclusie, ADHD. En nu jaren later, wij gelukkig nooit akkoord gegaan met Ritalin, want we zeiden altijd Ritalin komt er bij onze zoon niet in, ook in verband met zijn hartafwijking. En de conclusie van de cardioloog, dat wordt ze dood, levensgevaarlijk en ik kan ze dat je niet hebben. Dus, maar nu zit hij dus 9 maanden in Ermelo en dan is hij klaar. Op papier staat dat hij 10 maart terug kan. Maar nu verlangen ze van hem. Want nu heeft hij in één keer geen ADHD, maar PDD-NOS. En omdat hij PDD-NOS hebt, kan hij nou in één keer nooit meer thuis worden. En ja, wij willen sowieso een second opinion. En ik vraag mij af waar in de wet staat dat een kind met ADHD of met PDD-NOS niet thuis kan worden, want ik ken mensen die ook kinderen hebben. Kinderen of een kind met PDD-NOS of ADHD die gewoon thuis wonen. En waarvoor moet dat begeleid? En waarom onder druk? Onze zoon wil dat niet. Ik vind maar zo dat mijn zoon zelf mag bepalen wanneer hij op zijn eigen wil wonen, of hij nou 17 is, 18, 19, 20, 25, moet hij zelf weten. Maar nu lijkt het erop dat, ja, dat PDNOS is nu weer gevonden, als het zo is. Wij willen sowieso een second opinion, want die ADHD al die jaren was ook nee, dus al die problemen rondom dat gebeuren is eigenlijk mooi knap lullig. Gelukkig hebben we nooit Ritalin gegeven, anders had er nou een probleem bij geweest.
Nou, dan willen ze die stront zie ik toch achter die camera met het alle stress verdien. Stront zie ik. Ik kan bijna niet, ja, ik kan nog een beetje babbelen, maar ik ben inmiddels flink verkouden. Ik heb een tijdje geleden met min 4 met koorts op station mijn zoon terug kunnen brengen. 2 uur reizen. Zo. En dan weet ik wel, het is wel de tijd van het jaar, maar ik ben niet wel 3 of 4 keer op keer heb ik kou gevat. Omdat ik mijn zoon terug moest brengen. En ik weet nog goed, de laatste keer was op een zaterdag. En wonder boven wonder, had brachten ze een maandag. Wonder brachten ze maandag weer terug. De tijd tikt, mensen. Dat wou ik even zeggen, de tijd tikt. Maar toch wel fijn om je zo ja, je vrouw hulp. En we krijgen straf. Tenminste, je wordt geestelijk word je gestraft, financieel word je gestraft. Ze zetten je zo'n flinke afstand. Je krijgt maar voor 1 keer in de maand krijg je reiskosten vergoed. Dus al die weken, al die maanden kunnen we zelf uit de knip betalen. Wij hebben er alles voor over hoor. Nou blijkt namelijk dat we er te veel voor over hebben. We zijn zelfs te vaak op visite geweest. En de rechter zei dat wij geholpen, dat die geholpen moest worden vanuit de thuissituatie. Dat zei de rechter. Hij moet geholpen worden vanuit de thuissituatie. En nu, ja, nu staan wij een beetje onder druk van, hij komt dus terug naar het onderzoek bij PDD NOS. Wij krijgen geen tijd om voor een herindicatie te laten komen. Nou moet er een plek gezocht worden voor hem hier in de buurt. Dus hij kan eigenlijk wel in de buurt wonen. Maar hij wil dit niet. Hij wil het zelf ook niet. Maar komt erop neer. Na die kleuterschool heb ik zelf 80 scholen gebeld. Met succes 5 scholen gevonden. Werd niet serieus genomen. Werd geen aandacht aangeschonken. Nu, dik 12 jaar later, wordt wel mijn hulp aangevraagd met het zoeken van een school. Omdat onze voogd daar geen kaas van gegeten heeft. Nu heb ik daar alles voor over om een zoon op school te hebben. En om stage te gaan laten lopen. En een gewoon normaal leven te laten leiden. Dus gewoon thuis. Bij zijn ouders waar hij hoort. Want ADHD. PDD, NOS. Wat dan ook. Als ouder ben je de klos. En ook al ben je kind het niet. Het is de jeugdzorg die het niet ziet. Kortom, het is helemaal knap lullen in ieder geval. Maar ik heb me zeggen gezegd, de tijd tikt. En de groetjes van deze kant, sterk wel allemaal. Succes, al nog de beste wens trouwens. Dat is nog net in december, of januari bedoel ik. December, we kunnen al vuurwerk, oude nieuwe kerstdag, helemaal achter de rug. Sterkte allemaal in 2009 en ook is bestemming het juf en het. Ik hoop dat ik wel een beetje duidelijk overkom, hoop ik. Mensen, bedankt allemaal, de groetjes en ja, we hopen maar het beste dat onze zoon gewoon, zoals het hoort, bij zijn vader en moeder kan wonen. Met die PDD NOS, wat jaren ADHD leek te zijn. Waardoor hij van school geschopt is. Waardoor wij een voogd hebben. Omdat hij 1,5 jaar thuis liep. Door de wachtlijsten. Maar ik wil u danken. Groetjes. En hartelijk bedankt voor alle zorgen. Bye bye.